Ik kijk heel graag met een sociologische bril naar het nieuws of naar persoonlijke ervaringen. En sport heeft ook een belangrijke rol gespeeld in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Nou, mijn werk richt zich op de sociale betekenis van sport. Met name de betekenis en de effecten die van sport uitgaan in diverse wijken, met name dus in grote steden. En dan denk ik in het bijzonder aan de betekenis die sport heeft bij het smeden van sociale bindingen. En ook in termen van het bevorderen van de levenskansen van kwetsbare jongeren in achterstandswijken in grote steden. Een opvallend punt dat ik wil benadrukken in mijn onderzoek is dat sport als een soort platform of microcosmos kan dienen voor het creëren van nieuwe sociale bindingen. En dan met name ook dus bij kan dragen aan gevoelens van nieuwkomers, migranten of andere minderheidsgroepen, dat ze erbij horen in de samenleving. Tegelijkertijd ben ik zeer geïnteresseerd in juist processen en dynamieken in de sport die juist afbreuk kunnen doen aan gevoelens van erbij te horen. En ik denk dan in de eerste plaats aan zaken als geweld en agressie die juist negatief kunnen worden ervaren door mensen en een aanleiding kunnen zijn voor hen om niet langer mee te willen doen. En sport is op zekere hoogte een spiegel van de samenleving. En op die wijze kun je dus ook antwoord geven op prangende maatschappelijke en beleidsrelevante vraagstukken. Daarom vind ik het zo belangrijk om naar sport te kijken, omdat je daarmee ook de samenleving beter kunt begrijpen. Ik ben Ramon Spaai, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.